Vanaf vandaag kunnen alle Leidenaren een steunverklaring tekenen voor een referendum over de komst van hoge woontorens in Leiden. Een van die torens wordt 115 meter hoog en dat vinden omwonenden veel te hoog. Tieneke van Roekel is een van de eerste die de steunverklaring komt ondertekenen. En dat doet ze op het Stadsbouwhuis, een van de 5 locaties in de stad waar dat kan. Ja, dank u wel. Als u dit volledig in wilt vullen. Ja. En natuurlijk wil ik best dat er weer plekken zijn, maar ik denk dat het zo wel goed is. Iedereen kan het vinden en digitaal is super makkelijk, echt. Iedereen kan het volgens mij, dat is goed geregeld. Ja. En hier is ze dus tegen. De bouw van 3 grote woontorens aan de Willem-de-Zwijgelaan in Leiden. Tot nu toe bouwde Leiden niet hoger dan 70 meter... maar wil dat hier dus nu wel gaan doen. Zonder dat iemand daar enige inspraak in heeft gehad, is er gezegd, we gaan niet naar 70, maar we gaan naar 80, 85 en zelfs 115 meter. En dat is iets wat ik op zijn minst respectloos vind. Ik vind dat wij als burger meer te zeggen moeten hebben. En iedereen dus. De actievoerders hebben 6 weken de tijd om de benodigde 5000 handtekeningen te verzamelen. Lukt dat niet, dan komt er ook geen referendum. Het gaat ons vooral om de hoogte. Hè? Niet dat er gebouwd wordt, want dat moet. Het gaat om de hoogte. Echt een stukje minder, dan zouden we al heel blij zijn. En ik roep echt iedereen op om ga stemmen. Ook als je die dingen wel wilt hebben, ga stemmen. Dan komt er in ieder geval een referendum.